Ja, beste mensen, lieve partijgenoten, het is dan zover. Die hoorde ik niet. Maar na maanden van campagne en voorbereiding sta ik hier vandaag in dit prachtige theater, in het mooie Breda, voor jullie als lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. En het is een hele verantwoordelijkheid en vooral een hele eer. En ik dank de leden en dit congres voor het vertrouwen. Dank jullie wel. En beste partijgenoten, we staan hier aan de vooravond van twee ongelooflijk belangrijke verkiezingen. En het besef dat deze verkiezingen zo belangrijk zijn, dat voel ik en dat voelen jullie. Gisteren toen wij hier met honderden van jullie in Breda van deur naar deur gingen, om te luisteren. Te luisteren naar de dromen, de wensen, de zorgen van onze kiezers. En het verhaal dat we hier het vaakst hoorden, is niet het verhaal van alleen vandaag. In het najaar sprak ik een marktkoopman en zijn vrouw. En ze leefden op het bestaansminimum. 40 euro voor een marktkraam per dag. En soms maar een opzet in slechte dagen van 60, 65 euro. Maar er kwam geen klacht over hun lippen. Ik vroeg, wat is er goed in deze buurt? Hey, alles goed, alles prima. Wat kan er beter in deze buurt? Alles goed, alles prima. Geen klacht, tot ik vroeg naar hun kinderen. Ja, de kinderen, die waren hun trots. Ze doen het goed, zeiden ze. De jongen is net naar het mbo gegaan en de dochter is bijna schoonheidsspecialist. Maar, zeiden ze, maar, er is geen werk. En hoe moeten ze aan werk komen? En toen zag ik de onrust in de ogen van die ouders. En toen was niet alles goed en niet alles prima. En deze mensen zijn mij dierbaar. Want ze doen me denken aan mijn opa en mijn oma op dat bovenwoninkje in Betondorp Amsterdam. Zij werkte om mijn vader naar HTS te laten gaan. En ze doen me denken aan mijn vader en mijn moeder in een doorzonwoning in Alkmaar. Maar zij werkte om mij als eerste in de familie naar de universiteit te laten gaan. En deze mensen hebben het net als mijn grootouders niet breed, maar zetten alles op alles om hun kinderen een betere toekomst te geven. En dat is waarom ik hier sta. Hier wil staan, de verantwoordelijkheid voelen en de verantwoordelijkheid nemen, want ze kijken naar mij. En ze kijken naar jullie. Ze kijken naar ons, juist naar ons, juist naar de Partij van de Arbeid. Deze mensen, partijgenoten, vragen om onze steun. En partijgenoten, deze mensen verdienen onze steun. En ondertussen zie ik met stijgende afkeer hoe andere partijen het debat over Europa voeren. Voor of tegen Europa, meer of minder Europa. Wat hebben die mensen eraan? Wat hebben onze kiezers eraan? Wat hebben zij aan de dagdromers van D66 en de doemdenkers van PVV en SP? Precies niks. Partijgenoten, we mogen Europa niet overlaten aan de dagdromers en de doemdenkers. Laten wij de economische kracht van Nederland, handelsland, afhangen van de PVV? De PVV die van ons belastinggeld onderzoek bestelt, waarvan ze zelf de conclusies heeft geschreven? En laten wij ons de les lezen door de SP, die niet eens bereid is tot Europees samenwerken, om bonussen voor bankiers aan banden te leggen? Ik dacht het niet. En dan de VVD en D66 onder aanvoering van Kiefer Hofstad. Kiefer Hofstad noemt Europa onze verdomde plicht. En ik vind dat mooi. Ja, dat is mooi. Ja, het is onze verdomde plicht om uitbuiting en oneerlijke concurrentie via loesje bedrijven en malafide uitzendbureaus Europees aan te pakken. APPLAUS
Ja, het is onze verdomde plicht om bonussen bij banken aan banden te leggen. Ja, het is onze verdomde plicht om belachelijke salarissen in Brussel aan de kaak te stellen. En ja, het is onze verdomde plicht om het bestrijden van werkeloosheid voorop te zetten. En het is bovenal onze verdomde plicht om weer perspectief te bieden aan de kinderen van de marktkoopman en aan de miljoenen werkelozen door heel Europa. Maar partijgenoten, over die plicht en over dat Europa hoor ik Verhofstadt en zijn broeders niet. De Verhofstadt-lijst van D66 en de VVD strijdt voor de vrije markt. De markt met zo min mogelijk regels en alle vrijheid voor bedrijven. Alle vrijheid om zo min mogelijk belastingen te betalen. Alle vrijheid om de top te verteren met bonussen. Alle vrijheid om gewone werknemers de laagste lonen te bieden en de slechtste arbeidsvoorwaarden. Ja. En dus waarschuwt Halbe Zijlstra van de VVD voor de regeldruk bij banken. En dus neemt de VVD stelling tegen Jeroen Dijsselbloem als Jeroen niet de belastingbetalers, maar de aandeelhouders wil laten opdraaien voor blunderende bankiers. En dus vindt D66 het vrij verkeer van werknemers belangrijker dan het tegengaan van uitbuiting van Polen of Roemenië. En dus schreeuwen ze moord en brand als Lodewijk Asscher de noodlok kluikt om de gevolgen voor onze wijken. Als Lodewijk zijn zorgen uit over de positie van Nederlandse werknemers. Ja. De strijd van D66 en de VVD is niet de onze, partijgenoot. Duidelijk niet de onze. En we staan op een kruispunt. We mogen op 22 mei kiezen. Kiezen wij voor de race naar het afvoerputje van D66 en VVD? Kiezen wij voor Bulgaarse minimumlonen? Kiezen wij voor het dictaat van Brusselse boekhouders? Kiezen wij ervoor onze wijken over te laten aan huisjesmelkers en woekerbazen? Kiezen wij voor de hand boven het hoofd van blunderende bankiers? Of kiezen we voor de weg omhoog? De race naar de top, waar bedrijven goed werk eerlijk belonen, waar banken weer dienstbaar zijn aan jullie en aan mij, waar we vrijheid en mensenrechten verdedigen, buiten en binnen de grenzen van Europa. En waar we alles op alles zetten om mensen aan de slag te krijgen en de werkeloosheid onder de 5% te brengen. Waar we elkaar aansporen, elkaar opjutten, elkaar aanjagen om het beste uit onszelf en uit elkaar te halen. Waar we Europa sterker en socialer maken. Waar we geen genoegen nemen met alleen maar meedoen. Maar waar we allemaal gaan van goud, zilver en brons. En beste mensen, laat ik het klip en klaar zeggen, laat ik er geen misverstand over bestaan. De Partij van de Arbeid is voor Europa. Maar het is een heel ander Europa dan dat van D66 en VVD. We staan op een kruispunt en we gaan niet terug en we denderen niet door. De Partij van de Arbeid kiest voor een scherpe bocht naar links. Wij kiezen voor een sterker en bovenal socialer Europa. En partijgenoten, Nederland kan het niet alleen. We moeten en willen samenwerken in Europa. Omdat we weten dat we alleen dan de problemen van deze tijd te lijf kunnen. Omdat we weten dat we alleen dan sterker staan in deze wereld. En ook de Partij van de Arbeid kan het niet alleen. En hoeft het niet alleen. Wij zijn deel van een grote familie in Europa. En wij kunnen als grootste uit de bus komen. En dan kunnen wij als grootste in het Europees Parlement de koers van Europa fundamenteel verleggen. En beste mensen, ook ik kan het niet alleen. En ik wil mijn campagneteam bedanken voor hun geweldige inzet tijdens de race om het lijsttrekkerschap. En ik wil de andere kandidaten en hun teams bedanken voor die mooie race. En ik wil natuurlijk mijn vrouw Victoria bedanken voor haar steun
die ik altijd nodig heb. En de bloemen komen steeds naar je toe, liefje. Ik kan het niet alleen en gelukkig hoef ik het ook niet alleen. Ik ben dan ook ongelooflijk trots en ongelooflijk blij dat we dit met dit geweldige team en met deze prachtige lijst gaan strijden voor een sterker en socialer Europa. Vrienden, geef ze een geweldig daverend applaus. Kom op. Laat mij even staan. Pas op, pas op. Even de... Oké. En partijgenoten, de komende maanden, weken en dagen, die doen het toe. We gaan zij aan zij, deur aan deur, ons verhaal te vertellen over hoe we Nederland sterker en socialer maken. Hoe wij lokaal kiezen voor de menselijke maat en voor de zorg dichterbij. Voor de kwetsbaren in onze samenleving. En dan gaan we in één adem door campagne voeren voor een sterker en socialer Europa. Massaal, net als gisteren, hier in Breda, zullen wij Nederland laten zien dat wij geen boodschap hebben aan dagdromers en doemdenkers. Dat wij ons verhaal over Europa gaan vertellen. Dat wij de problemen van onze kiezers centraal zetten. En dat we de duizenden ouders in Nederland weer het vertrouwen geven dat hun kinderen een mooie toekomst tegemoet gaan. En die toekomst is een sterker en bovenal een socialer Europa. En partijgenoten, dit is nog maar het begin. Wij zijn er klaar voor. Wij zijn klaar voor die strijd. Dank jullie wel.